Fietsen Fluisteraar. Op een speelveldje bij de Barkentijn zijn een aantal kinderen aan het voetballen. Hey jongens, daar is hij weer. De wijk heeft een nieuw bewoner. En wat voor eentje? Ja, eentje die met zijn fiets praat. Ik heb een folder binnengekregen van Pimp Your Bike. En dat houdt in dat je fiets helemaal moet versieren. En als je wint, dat je de mooiste fiets hebt gemaakt, dan krijg je een hele nieuwe fiets. Dus dat is wel leuk. Wie vindt dat leuk? Ik kan je ook fietsen. Wat is er? Waarom doe jij mee? Ik kan niet fietsen. Ah! En Rufiaans kan nog niet fietsen. Nou, ik vind het echt niet leuk dat jullie zo reageren. Ze komt van een ver land waar ze misschien niet leert fietsen. En ja, dan, ik stel voor dat we dan morgen in de pauze een fietsgymles gaan organiseren. Juf. Ja. Ik wil haar wel helpen bij de gymles met fietsen met hem. Ja, dat vind ik wel heel fijn. Nou, dat vind ik nou erg aardig van jullie. Ja? Wees wel voorzichtig, want het is erg glad. En zo leert ook Natalia eindelijk fietsen. Goed hoor, Natalia. Kijk wel uit, hè, want het is nog erg glad en je hebt ons net leren fietsen. Het vreemde mannetje komt erachter dat er iets goed mis is met zijn trouwe fiets. Niks? Maar, je ziet er echt suffies uit. Kinderen horen het gejammer en sluipen zachtjes dichterbij. Oh, ik zou je missen. Ik zou je missen. Ik zie je nooit meer terug, denk ik. Ja, wel in de hemel, Max, zie je niet meer terug. Ik ga een mooie laatste rustplaats voor je zoeken. Ik hou van je. Hou je ook van mij? Ja. Ja, hij is sip. Ja, hij ziet er sip uit. Maar zo'n beetje gek. Maar ja, waarom helpt hij nou eigenlijk onze fiets? Wie helpt er nou zo'n fiets? Ja, hier is ook zoiets. Een paar kinderen besluiten de huilende man te volgen. Bij ons schuffen. Ik ga u missen, vriend. Vaarwel. Als de man weg is, gaan de kinderen kijken bij de fiets. Ze besluiten de fiets mee te nemen. Deze fiets ligt er nog. Zullen we hem pakken en opnemen? Gewoon laten. Goedemiddag, dames en heren. We zijn bij de school de Barkentijn. Bij de wedstrijd Pimp Your Bike. En we gaan kijken wie er met de fiets naar huis mag. Mooi. De jury van Pimp Your Bike beoordeelt de fietsen één voor één. Ik geef een 7. Zij wel en ik niet. Ik zou ook wel mee willen doen. Echt jammer dat mijn fiets weg is. Hoe hebben jullie dat gezichtje gedaan? Gewoon goed te verzorgen. En dan krijgt hij vanzelf een lach. Ik geef 10. Dat is een goede. 10. Het is wel mooi versierd. En zo te zien zie ik aan mijn remmen dat hij het ook wel doet. Maar kan je even een ritje meemaken? Kijken of dat hij het echt goed doet. Durft Natalia te fietsen voor de jury?
Ja, ik wil het wel proberen. Ik denk dat we een winnaar hebben. En de winnaar is... Fijn! Ja! Meneer, ja? Dit is uw oude fiets Richard. We hebben hem voor u helemaal opgepimpt. Ja. Dus u mag hem weer hebben. En wij krijgen weer een nieuwe fiets. De man is door het dolle heen. Ik hoop dat hij nog heel veel jaren te leven is. Dankjewel. En Natalia kreeg die week nog haar nieuwe gewonnen fiets.